Het goede gesprek. Bij ons is het goede gesprek de rode draad. Dat betekent dat we verder kijken dan alleen naar resultaten. Het goede gesprek gaat vooral ook over jouw ambities en wat je nodig hebt om die waar te maken. Over jouw talenten en hoe je die verder kunt ontwikkelen. Over jouw welzijn, hoe je in je vel zit en hoe we voor jou een goede balans privé-werk kunnen creëren. Over wat jij nodig hebt om vitaal te blijven, zowel fysiek als mentaal. Bij ons krijg je volop de ruimte om te werken aan je professionele en persoonlijke ontwikkeling. De regie ligt in jouw handen. We doen niet aan voortgangs- of evaluatiegesprekken omdat het moet. We voeren een goed gesprek als dat nodig is of als er behoefte aan is. Wanneer? Dat bepaal je voor een groot deel zelf. Loop je ergens tegenaan of heb je ondersteuning nodig? Trek dan tijdig aan de bel. We zijn een projectorganisatie. Die is op een paar punten anders dan een lijnorganisatie, zoals een waterschap. Je projectleider heeft vooral zicht op jouw professionele ontwikkeling, waarbij het gaat over de taken waarvoor je aan de lat staat. Voor je persoonlijke ontwikkeling wil het waterschapshuis je graag helpen jouw talenten verder te ontwikkelen. Hier helpt HR je bij. Hoe werkt dat in de praktijk? We willen graag weten met welke ambities je bij ons binnenkomt. Wat wil je bereiken en wat zijn je persoonlijke doelen? Welke talenten heb je? Wat wil je ontwikkelen? En welke talenten wil je voor het waterschapshuis inzetten? Op basis daarvan maak je met je projectleider en programmamanager werkafspraken. Of liever gezegd, dat doe jij. Jij geeft aan hoe jij het ziet. Vervolgens ga je aan de slag en zorg je dat jouw projectleider en programmamanager op de hoogte blijven van jouw vorderingen. Heb je feedback nodig of andere ondersteuning, dan geef je dat aan of je legt je vraag neer bij HR. Als het nodig is, voeren we het goede gesprek. Dan zoomen we in op jouw welzijn, ontwikkeling, resultaten en eventuele mobiliteitswensen. Wat gaat goed? Wat wil je verder ontwikkelen? Hoe wil je dat doen? En wie of wat heb je daarvoor nodig? Als leidraad kun je het afsprakenformulier hiervoor gebruiken. Geen beoordelingsgesprek vol verrassingen aan het einde van het jaar, maar het continu gesprek. Het hele jaar door. Mooie prestatie neergezet? Dan waarderen we dat graag op dat moment. Boter bij de vis. Bij het Waterschapshuis krijg je alle ruimte om te groeien. Veel succes!